Bert Keulen, welkom. Directeur Greenport Venlo. Dankjewel. Iets heel belangrijks van Greenport Venlo is de gebiedsontwikkeling. En nou zeg ik even als leek, hier op deze zonnige dag. Volgens mij gaat het met de Floriade wel aardig, wat ik hier omheen zie. Ik sta hier met een prachtige Innova-toren. Gaat het goed met de gebiedsontwikkeling? Goed genoeg? De gebiedsontwikkeling die gaat goed vooruit. Je ziet het hier op het Floriade-trein. De Innova-toren die verrijst. De Villa Flora die verrijst. Je ziet ook dat de Greenport Lane wordt aangelegd. Belangrijk voor de ontwikkeling van Klavertje 4, waar de development company Greenport Venlo voor aan de lat staat. Ja. Dus de gebiedsontwikkeling door die organisatie en ook Venlo Green Park, dat loopt. Goed. Ja. En goed genoeg? Snel genoeg? Ja, nou ja, u ziet het hier verrijzen. En sneller als dit is bijna niet mogelijk. Nee. Want ja, goed 5 april gaan de poorten open van de Floriade. Ja. Ja. En dat heeft al veel tijdsdruk erop gezet. Dus dit gaat sneller als dit, kan het niet. Ja. Nou is het van ontzettend groot belang voor de toekomst van deze regio dat het over innovatieve en technologisch hoogwaardige bedrijven gaat die zich uiteindelijk hier vestigen of die hier uitbreiden. Hè? Hoe staat het daarmee met dat innovatieve gehalte? Nou, de gebiedsontwikkeling die loopt, dat hebben we ook vanuit de Greenport Venlo geconstateerd en de partijen die daar binnen samenwerken. We zijn nu volop bezig om de krachten te bundelen rondom het thema innovatie. Ja. Een aantal duidelijke themalijnen gedefinieerd. Waar moeten we op focussen? Waar moeten we op richten? En voor het einde van het jaar staat die organisatie. Maar je kunt ook al aan de slag zijn met ondernemers voordat die formele organisatie er staat. En we hebben ook volgende week een nieuwe directeur voor het innovatiecentrum. Dus ook daar gaan we nu meters maken met elkaar. Ja, want dat is natuurlijk wel een beetje het punt. Want ik sprak zojuist ook de projectleider in de Innovatoren. Het is natuurlijk een punt van aandacht en zorg dat je de goede mensen treft. En nu kun je wel huurders aantrekken die misschien uiteindelijk niet de goede blijken te zijn. Dat soort zorgen heb je uiteindelijk natuurlijk wel. Het is uiteraard van belang dat je de juiste partijen die ook chemie, die ook iets hebben met elkaar, die ook meerwaarde met elkaar kunnen creëren, dat je die bij elkaar brengt. Nou, die Innovatoren moet dadelijk het kloppend hart worden van ons innovatiesysteem. Ja. En wij zullen ook met diverse Greenport-organisaties ook dadelijk in de Greenport, in de Innovatoren, zullen we daar ook gaan huisvesten. Ja. Nu was een ander belangrijk punt van de Greenport Venlo dat jullie één loket zouden zijn, één aanspreekpunt voor ondernemers, bedrijfsleven, bestuurders, bewoners. Is dat ene aanspreekpunt, is er dat inmiddels? Dat ene aanspreekpunt, dat is er, dat loket is ook ingericht. Als mensen informatie willen hebben over de Greenport Venlo of vragen hebben, mail naar info@greenportvenlo.nl of bel met Greenport Venlo en jullie worden geholpen of mensen worden doorverwezen naar de juiste plek binnen de Greenport Venlo. Ja. Dus ook dat staat. Dat staat. Nu zijn er ook alle evenementen. iDays is er zo eentje, hè? Wat is dat? Nou ja, kijk, het is mooi om in allerhande initiatieven, projecten te investeren, maar het komt voor een belangrijk deel ook erop neer. Dat is ook een taak van de Greenport Venlo om partijen bij elkaar te brengen. Want innovatie ontstaat ook vaak simpelweg door partijen met elkaar in contact te brengen. Netwerkontwikkeling. Ja. En dat gaan we doen rondom een aantal inhoudelijke thema's. Ja. Greenport Venlo iDays, waarbij dit jaar het thema waardecreatie, simpelweg hoe kun je als ondernemer geld verdienen. Ja. Met ook een stuk innovatie. Nou, dat staat centraal. Ja. Maar hoe ga je dat dan doen? We gaan een drietal bijeenkomsten organiseren, plus een jaarcongres, waarbij nogmaals het thema waardecreatie in de verschillende vormen centraal zal staan. Waarbij we inspirerende cases, sprekers hebben uit sectoren buiten de agrovoer en logistiek, maar ook vanuit de regio en in de agrovoer en logistiek als inspiratie en als voorbeeld. Ja. En vervolgens is het ook de bedoeling dat er een project rondom het thema waardecreatie vanuit het innovatiecentrum flankerend wordt opgestart. Ja. Om samen met de ondernemers er ook een verdieping in aan te brengen. En waar is het onderwijs? Moeten die er ook niet bij? Onderwijs zit erbij. Onderwijs wordt uitgenodigd. Sterker nog, we gaan ook de Greenport Venlo iBattle organiseren. Oh, al die namen, ja? Fantastisch. Ja? Ja? Nou, de iBattle is niets meer en niets minder dat er een tweetal cases per bijeenkomst zijn geselecteerd van ondernemers, innovatievraagstukken. Ja. En er wordt een koppeling gemaakt naar studenten. En normaal gesproken is het zo dat een ondernemer de studenten uitzoekt. Maar wij hebben het nu eens een keer omgedraaid. De studenten mogen de case uitzoeken die zij gaan oplossen. Zo, en dat zijn studenten van welke opleidingsinstituten? Dat is van de HAS, dat is van Fontys, dat is van de WUR in Wageningen. Dus de Landbouwuniversiteit, UM Maastricht. Ja. Citaverde, die zullen allemaal daar aan dus meedoen. Alle niveaus. Alle niveaus. Opleidingen. Universitair, HBO, MBO. En MBO. Ja. Goh, en wanneer is het eerst? Aan het einde, dus in het jaarcongres, zal dan ook de iBattle Award uitgereikt worden. Dus aan een ondernemer, door studenten uitgereikt? Nee, de studenten krijgen diegene die de beste oplossing hebben aangedragen. Ja? Daar wordt dus ook een award uitgereikt, die krijgen een prijs. En het is de bedoeling dat de ondernemer die case zeg maar heeft gedaan, dat die ook verder geholpen wordt om die business case ook verder tot ontwikkeling te brengen. Okay, dat het dus het is echt tweeledig, dat het ook echt weer verder ontwikkeld wordt. Dat het concreet wordt. Dat en wanneer zijn die eerste iDays bijeenkomst is wanneer? Nou, de eerste iDays bijeenkomst is volgende week donderdag, 19 mei, smiddags.
Dus ja. Indomani in Venlo. En ik nodig een ieder van harte uit om daaraan deel te nemen. Ja. Want het is belangrijk dat we elkaar treffen en ook elkaar overal weer inspireren. Ze naar dezelfde informatiewebsite? Ze kunnen naar de website van Greenport Venlo, www.greenportvenlo.nl. Ja. Daar treft u alle informatie aan. Ja. En u kunt zelfs ook naar greenportvenloidays.nl. Ja. Nou, ja, meer reclame kunnen we er niet voor maken. Toch? Dankjewel voor de gelegenheid. Ja, heel goed. We gaan lekker eten, want René is volgens mij klaar met zijn... Er zijn slechte voorstellen die ik krijg. Die tuinbonen. Ben je zover, René? We zijn er wel helemaal klaar voor. Echt waar? Hoe heette die bonen van jou ook weer, die tuinbonen? Florbonen. Oh, hier. Nou, kijk eens. De tuinboontjes. Kijk eens aan. Dit is, zo. Een bestekje, een glaasje vrolijkheid. Nou, dit is wel echt een plaatje. Toch? Dank u wel. Nou ben jij altijd dat je me wel verrast. Maar dit is nou toch wel echt iets heel bijzonders. Kijk. We beginnen te leren, dus een van die laatste uitzendingen. Hou toch op, ja, dat is bij jou helemaal niet meer aan de orde, maar je overtref je jezelf ook wel nog wel eens. Nou, het is altijd weer een uitdaging, zo, van, zeker op zo'n locaties. En dan krijg je waarschijnlijk inspiratie in zo'n prachtige tuin als dit. Ja. Dus, mooi. Nou, geniet ervan. Dat gaan we doen, als het bijna zonde om er aan te zitten. En je hebt daar een glas rosé, Turkse rosé. Dat kan niet anders. Je was weer in Turkije, terug. We zijn weer net terug. Mm. Dus, fantastisch. Voor mijn tweede vaderland volgens mij. Spreek je het al? Nee, geen letter. Geen letter. Nee. Dat is dan toch weer jammer. Ja, och, ik krijg misschien tijd straks te leren. Je redt jezelf. Precies. Nou, smakelijk. Fijn. Met die Innovator op de achtergrond. Een gelukkige Bert Keulen heb ik het idee. Vanuit Greenport Venlo. En met dit mooie bord in handen dank ik u dat u weer bij ons was deze week voor Koplopers. En volgende week moet u zeker kijken. Dan hebben we koplopers die u al eerder zag. Maar die allemaal een prijs hebben gewonnen. Dus dat is bijzonder. Dan vraag ik me meteen af. René, heb jij een prijs gewonnen dit jaar? We hebben ook dit jaar. Dat was vorig jaar Aspergeprijs. Ja, dat was vorig jaar. Dit jaar was saai. Dit jaar niet. Nou, ik heb er 6 hebben we er gevonden. Met gemak zelfs. Ondernemers hier uit de regio met een bijzondere prijs. Heel graag tot volgende week. Dag. Smakelijk. Nou, zeg maar. Dit is ganzenleven wat ook tussen licht. En dan zeg jij weer hier. Hier vrienden. Mooi kijken. Ja, dat is toch... Ja.